De leden van de Nationale Antidrugsraad hebben dinsdag in een bijzondere vergadering hun zittingsperiode beëindigd. De raad werd geïnstalleerd op 19 januari 2013 en bestond uit 9 leden onder voorzitterschap van Dayashankar Mathura. De formele zittingsperiode was tot mei 2015, maar door oponthoud bij de benoeming van een nieuwe raad bleef deze formatie bereidwillig in functie tot oktober 2017. In de nieuwe raad keren enkele voormalige leden terug, uitgezonderd de voorzitter. Bij wijze van afsluiting van de periode werden de scheidende leden allemaal onderscheiden met een blauwe ribben. Voorzitter Mathura kreeg als extra een plaquette aangeboden als blijk van waardering. Hij sprak zijn dank uit aan alle leden voor hun bijdrage en inzet. De organisatie lag in handen van het uitvoerend bureau van de Nationale Antidrugsraad.